Yes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier vanuit de Efteling. Mijn naam is Bart Bartbaan en de herfstvakantie komt weer aan. En in deze video ga ik je vertellen tot hoe lang de Efteling open is, wat er allemaal te doen is en waarom je sowieso tijdens jouw herfstvakantie deze kant op moet komen. Ik ga het je vertellen. Ik ben er klaar voor. Jij ook? Let's go! Ja, nogmaals welkom terug hier in de Efteling. Leuk dat je ook vandaag weer met me meegaat hier door het park. Ik loop hier op het Anton Pieckplein. En ik vind dit in de herfst het allermooiste stukje Efteling van heel het park. Die bomen, alle kleuren, verschillende bladeren. Echt prachtig. Dus ben je tijdens de herfstvakantie of in de herfstperiode hier in de Efteling, raad ik je het zeker aan om richting het Anton Pieckplein te gaan. Vandaag ga ik je vertellen wat er dus deze herfstvakantie allemaal te doen is. Hier in de Efteling wat je extra kan beleven tot hoe laat het park open is. En waar je zeker langs moet gaan wanneer je tijdens jouw herfstvakantie deze kant op komt. Goed om te weten, je hebt een Nederlandse herfstvakantie en een Belgische herfstvakantie. De Nederlandse herfstvakantie is midden oktober. De herfstvakantie van België is eind oktober. Maar voor iedereen die uit België komt, geen enkel probleem, ik ga jou ook vertellen wat er tijdens jouw herfstvakantie hier in de Efteling te doen is. Ja, zoals je ziet zijn er bomen op dit moment nog hartstikke groen. Er zitten een paar oranje, rode, bruine blaadjes aan. Ik geef je daarom ook een beetje een vertekend beeld van hoe het hier echt tijdens je herfstvakantie uit gaat zien. Maar als je tijdens je herfstvakantie deze kant op komt, dan krijg je dit. Ja, dit waren beelden van een paar jaar geleden, maar gegarandeerd, dit is zo'n prachtig beeld. Echt, ga erheen naar het Anton Pieckplein tijdens jouw bezoek aan de Efteling in herfst. Wij gaan naar de eerste attractie van vandaag. Yes, welkom op de monorail, vrienden. Ik stond net in de wachtrij van de monorail. Het was lang wachten, ik stond dicht op andere mensen, dicht op elkaar. Het duurde lang, wat ik al zei, het was warm. En toen dacht ik ineens, ik droomde ineens weg. En ik neem je graag even mee in mijn heerlijke gedachten. Ja, let op, komt ie. Ah, de wat? Wat een toeval! Nee, hij is er weer, waifuutje. En ik heb vandaag mijn all-time favorite, de allerlekkerste smaak, de allerfriste, dit is gewoon de allerbeste, de cold brew koffiesmaak. Mwah! Ik hou er zo van. En dan meen ik serieus, en ik ga hem even openmaken. Dit gaat altijd heel goed, heel vakkundig als ik alleen ben. En ik heb een leuk nieuwtje voor jullie. En dat is, dan meen ik serieus. Oh, dit gaat... Nee, niet op mijn blouse. Nee. Zo. Ik heb zo'n dingelijk nieuwtje voor jullie, maar het lekkere van die koffie is dus, want dat vind ik dus echt bij far de allerlekkerste smaak. Hij is lekker fris. Het is een frisse smaak. Hij vult wel, maar hij is niet zo boom, hij komt niet zo binnen in je maag, weet je wel. Maar van 11 tot 15 oktober heeft Whitefoot ook een herfstsale. En je hebt dan 20% korting op het assortiment met mijn kolen komt die speciaal Mark van Whitefoot, speciaal voor jullie omdat ik en zo fan ben van koffie en omdat Whitefoot ons gewoon zo leuk vindt, begint de sale voor ons al 2 dagen eerder. Dus je kan er vanaf 9 oktober, van 9 tot 15 oktober kan je met 20% korting alles bestellen op Whitefoot shop met deze code. Dus doe dat en ja, score jouw flesjes, jouw bars, je repen, je poelers. Wat je ook wilt, hele goede deal, super cheap. Ik ga lekker genieten van de monorail. Ga je mee? Alright, de herfstvakantie in de Efteling, daar gaan we. 3, 2, 1, let's go. Voordat ik je iets kan vertellen over de herfstvakantie in de Efteling, heb ik een vraag aan je. Tuurlijk, dat je moet abonneren. Maar ik wilde eigenlijk iets anders aan je vragen. Ik ga je nu vragen om zo meteen deze video voor een seconde of 10 op pauze te zetten. Dat je dan eventjes gaat surfen naar de website van je school of naar Google. Wanneer jouw herfstvakantie is. Wanneer heb jij herfstvakantie? Waarom? Ik ga zo meteen heel wat data's opnoemen. Want de ene show is alleen dan te zien. De andere show is alleen dan te zien.
als jij gewoon weet, hey, in deze week heb ik herfstvakantie, dan weet je precies wat er wel en niet te zien is of wat er te doen is tijdens jouw herfstvakantie. Dus we gaan even een pauze in last van 10 seconden, komt hier. Hai, 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 hey. Yes, thanks. Weet je het? Fijn, dan kunnen we eindelijk gaan beginnen. Moet je zien, hè? Hier heb je dus die fontein voor symbolica met die parel erbovenop. Hoe onwijs is die fontein? Hij is helemaal groen en zwart. Hier is hij helemaal beschadigd. Het water is een knijtertje vies. Ik vind echt een hele vieze fontein, hoor. Daar heb ik eigenlijk nog nooit echt zo op gelet. Maar het ziet er zo vies uit. Heel dat water is gewoon groen, man. Dat lijkt net een heksenketel. Nee, waarom ik eigenlijk vandaag even naar symbolica wil, want daarom zijn we hier. Wist je tot Pardijn, prinses Pardijn, ook in symbolica te zien is? Ik ga het je laten zien. In de finale scène van symbolica, de koningszaal, is het te zien. Want koning Pardulfus, waar ja, heel het paleis van is de vader van prinses Pardijn volgens het verhaal. Want ja, ze is niet voor niets een prinses. We gaan er even opzoeken. Oké, dat was Pardijn in symbolica. Je vindt er in de koningszaal. Dus van 16 tot en met 22 oktober is Pardijn dagelijks ontmoeten. Hier op de Pardoespromenade. Maar er is meer. Buiten alle standaardparkshows die iedere dag te zien zijn hier in de Efteling, zijn er ook Bakker Krunemel en vrouw Schmetterling te ontmoeten. Tijdens de herfstvakantie hier op het Maximorgensplein. Ze lopen hier rond in en rondom de bakkerij. Dus ontmoet ze zeker daar als je tijdens de herfstvakantie hier bent. Dan nog één extra entertainment dingetje. Tijdens de herfstvakantie is Joris met zijn mini draakje. Is ook terug. Die rijdt rondjes in Ruigrijk. De laatste keer dat ik hier was bij deze attractie, zag ik dat er zo uit. Daar is die Bart. Zeker, de grote chef. Ja, nou ook hier mag je eens even controleren. Ja, mag het ook bij de grote... Jij mag het ook bij de grote baas doen. Even kijken of het mutsje goed zit, mouwtjes goed. Ja, dat was natuurlijk erg fantastisch. Wil je heel die video zien, check dan de laatste aflevering van Bart Bijbaan hier op mijn YouTube kanaal. Een paar weken geleden was de verjaardagsmeeting bij Villa Volta. Waar er heel veel van jullie waren bij Villa Volta, super gezellig. Maar toen kreeg ik een paar vragen van een paar van jullie. Die zeiden, Bart, als wij altijd in Fata Morgana gaan zitten, gaan we lekker genieten. Oh, tovenaar. Mooi. Maar dan zien wij altijd iets in detail. Maar we weten helemaal eigenlijk niet wat het is. En jij bent natuurlijk daar doorheen geweest, te voet. Dus niet vanuit het bootje. Wat is het? Nou, dat ga ik vandaag verklappen. Maar ik ga je eerst laten zien wat ik bedoel. Yes, dat was weer Fata Morgana. Dat blijft altijd top. Zoals je net zag, je zag het shot van de tijger. Maar op het begin van een shot, helemaal op het begin, zie je aan de rechterkant van de tijger iets zwarts in de hoek. Even inzoompje. Ja, je ziet het heel kort. Ik heb het even vol op slow-mo gezet. Maar dat is dus een deurbel. Hij heeft een vorm van een deurbel. Hij ziet eruit als een deurbel. Het is dus geen deurbel. Die vraag die ik dus kreeg bij de meeting was, is dat nou echt een deurbel? Nee, dat is geen deurbel. Ik heb dus begrepen dat het een thermometer is, waar ze dus de temperatuur mee kunnen opmeten. Dat heb ik gehoord, dat het daar dat is. Zoals je in de video hebt gezien, ben ik niet op die plek geweest. Ik heb wel een fotootje gemaakt bij de tijger aan de andere kant, die. En toen hebben we het gevraagd, het was volgens mij een thermometer. Dus dan weet je dat ook weer, althans, wat het echt is, dat weet je natuurlijk nooit, maar dat is wat ik heb gehoord. Alright, terug naar de herfstvakantie. Ik heb nog een ander leuk nieuwtje voor je, wanneer je tijdens de herfstvakantie naar de Efteling komt. De Efteling is namelijk tijdens de herfstvakantie extra lang geopend. Tussen 14 en 22 oktober is de Efteling dagelijks geopend. Iedere dag tussen 10 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. Extra lang genieten van de Efteling dus. Tussen 22 oktober en 28 oktober is de Efteling iedere dag geopend tussen 10 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds. En dan voor de Belgische vrienden onder ons, tussen 28 oktober en 3 november is speciaal voor jullie, en ook
de andere, de Efteling geopend tussen 10 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. Oftewel, oktober en begin november worden heel veel Efteling uurtjes die je kan besteden hier in het park. En dan, daarna, na de herfstvakantie, na de Belgische herfstvakantie, duurt het nog een goede week voordat het weer tijd is voor het grootste spektakel van het jaar hier in de Efteling, de Winter Efteling. Het gaat snel jongens, het schiet op. Wil je nou alle datums en alle openingstijden van het park rustig teruglezen, dan kan dat sowieso via de site van de Efteling. Maar ik heb hier nog even een overzichtje voor je. Maar via de site van de Efteling kan je ook alles rustig teruglezen. Nou eens kijken hier, die vieze derrie in de vijver hier bij Aquanura. Godverderrie. Kijk dan joh, al die veren, al die viezigheid. Daar in de hoek ook al. Wat is dit? Echt, ziet er echt heel smerig uit. Hier, overal hier zo langs de kant. Kijk dan. En hier ook zo. Het loopt helemaal door. En daar, oh, niet te dichtbij, dat lijkt me niet handig, maar daar stopt het ineens. Heel smerig. Zo vrienden, we zijn weer het park uit. Dit was het weer voor vandaag. Ben je van plan om tijdens de herfstvakantie deze kant op te komen? Ik raad het je zeker aan. De herfstvakantie is altijd een onwijs leuke tijd om richting de Efteling te komen. Waarom? Het is ook niet al te koud. Je hebt ook net geen winter Efteling, dat dan weer wel, maar dat is logisch zo natuurlijk. Maar het is ook nooit extreem druk. Dat valt tijdens de herfstvakantie altijd wel mee. Je zou echt wel moeten gaan wachten, maar niet extreem lang zoals tijdens de zomervakantie. Ik hoop dat ik je door het geven van een aantal tips heb kunnen vertellen wat je de komende tijd hier kan verwachten in de Efteling. Wil je nog meer weten? Laat het hier weten onder in de reacties. Of heb je nog andere tips voor mede wat baankijkers die tijdens de herfstvakantie deze kant op komen? Laat het weten in de reacties, zo kunnen we elkaar helpen. Ik wil je voor nu onwijs bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal. Word zeker ook lid van mijn Discord server. Link kan je vinden hieronder. Waar ruim 1000 bordbaankijkers in zitten. Die samen chatten en samen het gezellig hebben. En praten over het allermooiste wat er is op deze wereld. De Efteling. Bedankt voor het kijken. En ik zie je graag van de week weer terug. Hier vanuit de... Ja, vul het zelf mee in. Dag!